Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Op dit moment nog weinig bewolking boven Nederland, hoewel er in het westen al wel meer wolkenvelden overtrekken. En die wolkenvelden gaan zich wat meer uitbreiden over het land en dat betekent dat we een wisselend beeld houden. Eerst misschien hier en daar nog wat nevelig, daarna de meeste zon in het oosten. Op de meeste plaatsen blijft het overigens wel droog, ondanks dat we dus meer wolken gaan krijgen. Vanmiddag hebben we temperaturen van 18 tot 20 graden en er staat een zwakke wind uit een westelijke richting. Voor de avond valt er wat wind betreft nog weinig verandering te zien. Ja, hij draait langzaam naar het zuiden. Het weerbeeld is wolkenvelden. Uh, Hier en daar een opklaring en een temperatuur van een graad of 13. Dan gaan we naar morgen en dan zien we met name in het westen van het land meer wolken. Af en toe nog wel wat zon. Kan een spatje regen vallen. Dieper land inwaarts is het waarschijnlijk gewoon helemaal droog. En vooral in het oosten zien we nog behoorlijk wat zon. Temperaturen komen uit op 18 graden op de wadden. 21 in het zuidoosten van het land. En dat is woensdag eigenlijk niet anders. Een matige tot vrij krachtige wind. Donderdag nog wat meer wind. En dan neemt de wisselvalligheid ook toe. En dat zien we ook vrijdag. Donderdag in het zuiden misschien 22 graden. Vrijdag halen we de 20 graden waarschijnlijk. Net niet. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.